Ik bedoel het PERT. De prijs van sport en cultuur. Het werd nog eens een keer uitgelegd door de commissie van het PERT. En wij snappen daar eigenlijk niks van. Er worden mensen voorgedragen voor een nominatie. En dan horen we er niks van. En wij hebben uit al die mensen, die misschien wel eens ooit zien voorgedragen, van het PERT, iemand gekozen. En die prijs die wij willen overhandigen, is Gent PERT. En Gent Oliebol? Speciaal voor mensen die volgens de organisatie niks met sport en cultuur te maken hebben. Maar die wel voor de gemeenschap heel erg veel gedaan hebben en gewaardeerd zijn. En waarvan wij vinden dat die wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Voor die mensen hebben wij een prijs. En die prijs die werd eenmalig uitgereikt. Het is geen PERT, het is geen Oliebol, maar het is... Het Verke! Mooi. Het Verke staat bij en ver Sint-Tunis. Het Verke. Deze prijs die wij vanuit ons hart uit willen delen aan dit jaar Gerrit van Kempen. Is er iemand die even foto's kan maken? Want dit willen wij natuurlijk wel even vastleggen. Het is maar zo gewoon dat wij tunnis.nl aanklikken. En even kijken als we zelf op een gebeurtenis niet geweest zijn. Hoe dat het was. Het is maar zo gewoon dat we vinden dat we die camera thuis kunnen laten liggen. Want Gerrit is er toch en die maakt toch foto's. Waarom dat wij vinden dat Gerrit deze prijs verdient. Dat hebben wij proberen te vertellen in een liedje. Oh, onze Gerrit doet dat fotograferen. Hij is de kers op ons dorpse leven. Want wat moeten we nou zonder tunnis.nl? In de hele gemeente, ja, we kennen ze wel. Als te vroeger wat te doen was, dan was het altijd de vraag wie het fototoestel zou gaan halen. Maar foto's bestellen was het altijd heel vaag, wanneer en hoeveel je moest betalen. Daarom hier bij Hulde voor Gerrit zijn idee, een fotosite te maken. Werk ik overal en altijd met zijn camera mee, een leuke en ontroerende zaken. Allemaal! Op onze Gerrit doet dat fotograferen. Hij is de kers op een zorgse leven. Want wat moeten we nou zonder tunnis.nl? In de hele gemeente, ja, dat kennen we wel. Wij willen jou graag die prijs overhandigen, maar hij weegt 30 kilo. Plus 500 gram van de fotocamera die Tars voor ons nog eventjes gemaakt heeft op het laatste moment. Een applausje. Geweldig. Tars. Gerrit. Gerrit, ik weet niet of ik er iets wil zeggen. Even. Wat wil ik eens zeggen? Gerrit, weet je wat ik zeg? Ik vind ook, Gerrit, die moet het bij plekjes houden en een weet zeggen. Gerrit, namens alle mensen in Sint-Tunis en de omgeving, bedankt!
Gerrit, dit de moes. Gerrit staat meestal achter de camera, staat eigenlijk nauwelijks ooit voor de camera. Dus bij deze, wij meenden dat het even moest gebeuren.